Lieve kleinkinderen, hier een berichtje van jullie opa en oma de Werd vanuit de hemel. Oma en ik maken het prima hier. Jammer dat ik zo vroeg overleden ben op mijn zeventigste, maar goed. Oma is nog tachtig geworden. Ook jullie ooms en tantes Jan, Mien, Cor en Riet zijn hier inmiddels gearriveerd. Jullie vader Té The of Theo is natuurlijk ook al lang hier. Hij maakt het uitstekend. Hij heeft hier een boot en gaat vaak paling peuren. Ik ga regelmatig met hem mee. De verse paling maken we dan buiten op een vuurtje klaar. Leuk, die vader- en zoon-dingen. We wonen hier ook in de Hof. Een hemelse kopie, net de echte Hof. Ik ben graag in de boomgaard bezig. Ook in de hemel werken we nu met laagstamkweek, dus hoeven we geen hoge bomen meer in. Het fruit smaakt hier voortreffelijk. Oma Sjaan gaat nu zelf vertellen wat ze allemaal doet. Sjaan? Lieve kleinkinderen, hier dan oma. Wat heb ik van jullie genoten vroeger? Zoals opa al zei, maken we het prima hier in de hemel. Het was fijn om weer samen te zijn hier. We gaan jullie een beetje bijpraten over het hier en nu hierboven en over ons leven vroeger daar beneden. Ik ben druk bezig met het onderhoud van het kapelletje. Gelukkig heeft onze dochter Riet de kapel beneden bij jullie altijd keurig verzorgd. Ze is inmiddels ook al geruime tijd hier en nu doen we de kapel hier samen. Echt een leuk moeder-dochter ding! Koffie maal ik nog steeds graag met de handmolen op schoot. Ik hang echt een beetje naar het ouderwetse. Toen Bertus en ik begonnen in de Biesbos in 1910, hadden we helemaal niks. We deden onze behoeften in de bosjes en sliepen in een tent. Gelukkig had Bertus snel een deel van het huis klaar. Ik was toen zwanger. Jullie weten inmiddels wel hoe dat zit. Ga ik verder niet op in. Toen Jan in 1910 geboren werd, was Bertus nog druk bezig met de aanleg van de eendekooi samen met mijn broer Martin. Ze werkten er dag en nacht aan. Ik zorgde voor Bertus en Martin en verzorgde de kleine Jan. In de jaren dertig heeft broer Martin de eendekooi van Bertus overgenomen. We gingen weer definitief naar de hof. Bertus had genoeg verdiend met de eendekooi om nu als fruitteler zijn werkzame leven voor te zetten. Dat waren fijne jaren daar in Kessel, los van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. De kerktoren van Kessel vlakbij de Maas werd door de Duitsers als uitkijkpost gebruikt. Die is dan ook kapotgeschoten door de geallieerden. De kerk werd in het centrum van Maren-Kessel herbouwd. Ik heb toen het plan opgevat om vlakbij de hof een kapelletje te laten bouwen. Dat is in 1955 geopend. Bertus heeft de kapel ook nog gezien, gelukkig. Hij overleed plotseling aan een hartaanval in april 1957. Hij voelde zich niet lekker, liep naar buiten en ik zag hem op het gazon in mekaar zakken. Riet en Jan van de Burgt trokken toen bij mij in. Jan van de Burgt begon er een champignonkwikkerij, heel modern. Ik had nog een paar mooie jaren. We kregen regelmatig logés. T. en Jan werkten in Breda en woonden daar met hun gezinnen. Riet en Cor gingen het lager onderwijs in. Cor is in Os gaan wonen met haar man Marianus Remme. Mien in Nijmegen met Anton Teunissen. Daar hadden ze een groot café, de keizerskroon. Nou, dat was het wel in hoofdlijnen, Bertus. Jij nog iets? Sjaan, ik wil nog even terugkomen op een video gemaakt door kleinzoon Dagobert. Mooie video, leuk, maar klopt niet helemaal. Dagobert dacht dat ik de hof heb laten bouwen in de jaren 30. De hof dateert echter al van de jaren 80 van de 19e eeuw en is denk ik indertijd door mijn vader gebouwd. Hij heet nu Dago, heb ik gezien op het filmpje waarop hij en Winfried, die nu Winnen heet, de kapel en de hof bezoeken. Ja, die schuur ernaast, nu vind ik ook erg lelijk. Wel leuk dat het huis zelf nog niks veranderd is. Zelfs het ijzeren bruggetje zag ik nog. Nou, Sjaan, tijd om even te gaan rusten. Of eerst even een drankje. Ik lust wel een biertje. Jij een advocaatje? Ja, laten we maar even iets drinken en daarna gaan rusten. Een advocaatje? Ja, dat lust ik wel. Ja, wij werden vroeger opa en oma de Werd genoemd, dat weet ik. Maar Opa Bertus en Oma Sjaan is toch veel leuker? Dus, lieve kleinkinderen, kus van Opa Bertus en Oma Sjaan.